In het innovatieve huis doen we het stofzuigen natuurlijk niet meer helemaal zelf. Daarvoor hebben we een robot. En in dit geval hebben we daarvoor de iRobot Roomba 900 Series. Vacuum Cleaning Robot. Ik heb hier de doos naast me staan. Is net binnengekomen. En ja, ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus we gaan niet langer wachten. We gaan hem gewoon openmaken. Er zit aardig wat tape mee. iRobot kennende is deze bruine omdoos die per post kwam ook meteen de doos waar alles in zit. Nee! Oh, dat is netjes. De vorige robot was het namelijk wel het geval. Want bij deze Roomba 89 hebben ze ook gewoon een mooie displaydoos erin gedaan. En dat is deze. Nou, het ziet er een stuk netter uit. De bovenkant. En ja, het is de eerste iRobot Roomba die natuurlijk helemaal smart is. Die te bedienen is met niet alleen afstandsbediening, maar ook gewoon met een app. Vorig jaar zijn er al wel mensen geweest die hebben een soort ombouwkitje gemaakt voor de Roomba stofzuigers. Omdat het toch het grootste gebrek was dat je hem inderdaad niet op afstand aan kon zetten. Dat is hier opgelost. Nou, voor de rest smart, simpel, clean. We gaan het testen. Maar we gaan eerst uitpakken. Deze doos moet even plat gaan leggen. Zo. Ja, en dit is echt te gek. Here to help staat er meteen. En wat ziet hij er onwijs netjes uit. Het is een beetje zwart-bruinig qua toplaag deze robot. Het is echt heel erg netjes. Hoe til ik hem eruit? Zo net mogelijk natuurlijk. Maar eerst dit even weggehaald. Yes. Kijk, dit is hem. En niet alleen zit hier wifi in, ik zie hier ook voor het eerst een camera in zitten. En dat is ook best wel interessant, want wat zou iRobot met een camera van plan zijn in deze Roomba? Voorheen werkte die dingen alleen maar op stootnavigatie. Ja, dit is gewoon nieuw, dus ik ben heel benieuwd hoe of wat. Hier zit in ieder geval weer het infrarood ontvangertje wat we van iRobot kennen. We zien hier een grote clean knop. Targetknop, een huisje, terugkeren naar base station en dit zal spot cleaning zijn. Hoe dan ook, het ziet er indrukwekkend uit. En dan kijken we aan de onderkant. Het zwenkwieltje aan de voorkant, we zien hier optische sensoren, de contacten voor het laadstation. We hebben hier de iRobot wielen, er zit nu echt rubber omheen, dus voor goed grip. We zien hier het stofreservoir, we zien hier rubber borstels in plaats van stoffen borstels, hoekborsteltje en hier moeten we aantrekken om de accu te activeren, denk ik, yes. Dus nu is de accu geactiveerd, kunnen we hem opladen en kunnen we hem in gebruik gaan nemen. En hier hebben we, even kijken, usage of this robot is subject to end user license agreement and privacy policy. If you do not accept agreements, please do not remove this tab. Nou, dat zal allemaal, dat geloof ik wel. Oh, ik kan het ook heel makkelijk insteken, het is maar een kartonnetje. That's it! Hij is nu klaar voor gebruik. AeroForce 3 Stage Cleaning System with Carpet Boost. Ja, dus geschikt voor tapijten. Dit systeempje kan er doorgaans heel makkelijk uitgenomen worden. Er is nu iets anders in elkaar gezet. Misschien de handleiding even voor gaan lezen. We hebben hier beschermend plastic omheen zitten. Dat komt er vrij makkelijk van af. Zo. En dan kun je hier heel makkelijk de stofreservoir eruit halen op het moment dat die vol zit. Hier heb je toegang tot het luchtfiltertje, ongetwijfeld een HEPA filtertje met een makkelijk dipje om eruit te trekken. Dat is echt wel verbeterd ten opzichte van mijn vorige Roomba. Kijk hem er met hetzelfde gemak weer in. Wow. Is wel te doen, toch? Dat is leuk, ik heb natuurlijk geen handleiding gelezen, dus ik ben ook wel een beetje aan het klooien. Nou, misschien moet ik hier dan toch even de handleiding voor gaan lezen voordat ik iets loop. Dus dat luchtfiltertje laat ik er even uit. Deze doe ik even dicht. Gaat nu niet dicht, want het luchtfiltertje zit er niet in. En dan zegt hij van ja, oh, je hebt hem nog niet compleet. Slim bedacht. Hier zit waarschijnlijk een of ander klepje dat je dit heel makkelijk kunt openen om leeg te gooien.
zie ik zo snel niet. Was bij de vorige wel heel goed over nagedacht. Nou ja, wat dan ook. Dit is dus het reservoir. Lekker groot ten opzichte van de vorige. Er zit dus een HEPA stoffiltertje bij. En dit is de rest van de robot. En ja, die gaan we zo meteen lekker installeren en uittesten. En lekker zijn rondjes gaan maken. Nou, wat hebben we nog meer in deze doos zitten? Want er zit nog het een en ander in. Ik heb hier het laatste tje. Typisch iRobot qua vormgeving. Hier heb ik die twee contactjes die aan de andere kant contact maken. En het infrarood ledje wat opdrachten geeft aan de robot. Hier anti-slip op twee manieren uitgevoerd. Hier nog een iets wat anti-slip zou kunnen zijn. Hier nog iets van een nabijheidscheck en een power status led. En hier sluit je de adapter zo meteen op aan. Nou, die adapter die zit waarschijnlijk hier in dit doosje, maar komt nog niet bij. Ik heb hier in ieder geval een hele dikke handleiding. Dus ik heb leesvoer deze zomer. Even kijken, waar zit die adapter? Die zit hier ken ik niet in, daar ook niet. Hieronder ook niet. Dan zit hij denk ik hierin. Oh. Ja, dit is mooi. We hebben hier een light path, lighthouse-achtig ding. Ik weet niet precies wat de term is, dat is me even ontschoten. Daarbij kun je aangeven waar die wel of niet mag komen. Daar krijg je er twee van in deze 89 kit. Het is een wat uitgebreidere kit namelijk. Daar krijg je ook Duracell batterijtje bij, want die werkt gewoon op batterij. Dus je zet je ergens neer en dan gaat die niet de kamer uit als je dit bij de deur zet bijvoorbeeld. Een extra hoekborsteltje, dat vind ik altijd mooi aan iRobot. Ik geef altijd extra borsteltjes mee. Maar ook extra filtertjes en zo. Dus mocht je borsteltje kapot gaan om een of andere reden, kun je hem meteen vervangen. Je kunt ze ook goed bijbestellen. Deze dingen slijten gewoon. Eerlijk is eerlijk. Dus op het moment dat je deze gaat gebruiken, bestel meteen even twee nieuwe. Dan hebben we hier nog het extra luchtfiltertje. Nou, weet je wat? Ik laat het lekker hierin zitten. Dan blijft het gewoon mooi schoon. Dus een tweede luchtfiltertje. Ook dat is verbruiksmateriaal. Ga je de tweede gebruiken, bestel even een nieuw setje van twee. Nou ja, dat adapter heb je natuurlijk niet echt nodig. Want deze stekker die... Steek je er hier gewoon meteen in. Op. En dan kan die in het stopcontact. Nou, dit is een iRobot 89 robot stofzuiger. Het ziet er echt super spectaculair uit. Dit is trouwens ook leuk. Ze hebben het handvat opnieuw uitgedacht. Hele mooie robot. Heel netjes. Ziet er echt uit als een sieraad voor je woonkamer. Ga je nou een robotstofzuiger gebruiken, dan wil ik het toch nog even afsluiten met wat tips. Geen hoogpolig tapijt. Zorg dat kabels niet los liggen, maar bind ze aan elkaar vast als je hele dikke kabelkluwen hebt. Of zorg dat ze omhoog gaan op een of andere manier of afgedekt worden, whatever. Maar zorg dat je kabels niet los hebt liggen, want hij vreet ze op. Denk daar ook met kerst aan als je de kerstboom opzet. Een laaghangende kabel, die kan maar zo door de iRobot vastgegrepen worden en mijn ervaring is dat het ding sterk genoeg is om de kerstboom om te trekken. Dus het is af en toe een beetje alsof je een babytje in huis hebt rondkruipen. Maar heb je je woning daarop aangepast? Dat zijn mijn ervaringen met robotstofzuigers echt onwijs positief. Dus ik ben helemaal gek van die dingen, maar mijn tip, pas je woning er even een keertje op aan. Dan ga je echt heel veel plezier hebben van deze technologie. Wil je nog meer weten over deze iRobot Roomba 89 met wifi en alles? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar Gadget Gear. En daar lees je mijn review na 2 weken, 3 weken, misschien 4 weken gebruik te hebben gemaakt van deze iRobot Roomba 89. En mijn voorgevoel zegt op basis van de unboxing in ieder geval al dat ik heel veel plezier ga beleven. Dus ik hoop je snel weer te zien. Ciao!